Obispo. Dat is een aardige voorzet en daar is de vrije kopkans. En daar is de allereerste Eredivisie goal van Feyenoord. En daar hebben ze niet eens zo lang op hoeven wachten. Het is de bekroning, ja, voor een jaar of vijf werk richting dit moment. Maar ook voor een goed eerste kwartier in deze wedstrijd. Kobussen gaat voor altijd de geschiedenisboek in. Hij kan tevreden zijn over de start van Feyenoord, Danny Mulder. Rijsdijk echt in het stuk voorgekomen. Stevige botsing. Nelemans. Benink. Benink heeft daar veel last van. Benink kan niet verder. Gaat vervangen worden door Romee van der Lavoie. Die we dan toch in actie gaan zien. Maar het is wel heel sneu voor deze Maxime Benink. De topscorer van de voorbereiding nu wel binnen de lijnen bij Feyenoord. Rijsdijk weet er twee van ADO naar de grond te werken, maar niet de bal met zich mee te krijgen. Rijsbergen. Ravensbergen. Douma, dat is wel een aardige voorzet. Oh, de Ridder, dat is pech voor ADO. En daar is Kirsten van der Westering met de gelijkmaker. Bij de debuut voor ADO. Maar ja, we zeiden het al. Er is wel steeds een foutje van Feyenoord voor nodig om ADO gevaarlijk te laten worden. Ja, dit was weer met een enorme hoop geluk. Het is een goede voorzet, maar ja, dit is gewoon pech. Je denkt dat je hem goed wegwerkt, dan loopt je teamgenoot voorbij. Niet voldoende die bal geraakt. Daardoor is Ravensberger er vandoor. Dat is een aardige voorzet. En daar is de volgende kans voor ADO. Nu wel zelf gecreëerd. Voor Nicky IJzerman. Vette. Obispo. Haar voorzet leidde de eerste goal van Feyenoord in. Nu deze paas. En die leidt bijna de tweede goal van Feyenoord in. Poging van Monique de Vette. Westering, dat is een handig balletje naar Ravensbergen. Die is los nu en daar is Weimar. Doel is leeg, dan nog bijna van de Westering. Van Diemer ertussen. Ja, ik denk dat Feyenoord, als het 1-1 zou blijven, daar best tevreden mee zou zijn. Daar is Feyenoord zeer tevreden mee. Hier is Looijen, die botst met Weimar. De vlag blijft naar beneden. Ik dacht even aan buitenspel. Gaat van de Westering. Vlag blijft naar beneden. Van de Westering geeft hem af. Nou, Rijsbergen. En nee. Van de lijn gehaald. En een blessure bij Weimar. Dus wordt het spel stilgelegd. Het was een beetje een voorzet slash poging. Het was net niks eigenlijk van Rijsbergen. Van de Westering. Speelman. Daar ligt ruimte inderdaad. Rijsbergen en daar Van Belen. Nog een keer Van Belen en Weimar. Het waren twee dotten van kansen en allebei echt slecht geraakt. Van Diemer ertussen, paaslijn afgeschermd. Hier wel Van de Westering. Heeft de vaart uit die bal, ontwijkt de tackle, dat is goed gedaan. Van de Westering. En dan daar Van Belen en de redding van Weimar. Wat een redding is dat. Je staat echt goed te keeper hoor vandaag. Lorsheid. Oeh, Lorsheid, wat doe je? Poeh. Daar kreeg Feyenoord nog bijna de winnende treffer cadeau. Ver van de 16 af verdedigd. Brandao. En daar is nog de kans. En de buitenkant van de paal.
van de Lavoie. Daar was Feyenoord nog heel dicht bij de overwinning. En dan zit het erop. Eindigt het in 1 tegen 1. De uitstekend keepende Weimar. Meermaals belangrijk voor Feyenoord. Dat hier in zijn allereerste wedstrijd ook het allereerste punt pakt dus. En zich toch zeker in positieve zin heeft onderscheiden